Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je supersnel shirtjes en topjes kan vouwen. En ik weet het, het is niet echt beauty en meer fashion, terwijl ik normaal niks met fashion doe. Want ik weet er niet zoveel vanaf, maar dit weet ik wel. Want ik heb dus bij de Max Kids gewerkt vroeger. En daar schreef ik wat over op mijn persoonlijke blog. Gewoon alle baantjes die ik heb gehad. En daar vertelde ik dus dat ik geleerd heb om heel snel kleding te vouwen. En ik kan echt heel snel hoge torentjes met zo'n recht torentje van shirtjes maken. En dat leerde ik daar op een hele snelle manier. En sinds ik dat stukje online heb gezet, heb ik heel veel mailtjes gehad met vragen wanneer ik eens een keer een filmpje daarover zou maken. Nou, bij deze dus. Ik ga het nu aan jullie laten zien. Dit is de techniek die ik daar geleerd heb. Ik ben geen expert of zo. En toen ik daar werkte, dat is echt alweer 6 jaar geleden of zo. Maar ik ben het nooit vergeten en ik ben heel snel in vouwen sinds ik het geleerd heb. Oké, ik weet even niet hoe ik dit op de beste manier kan laten zien met de camera en zo. Maar ik ga het denk ik toch op de grond doen. En ik hoop dat het een beetje te zien is zo. Beetje moeilijk met het licht ook. En ik heb hier verschillende shirtjes. Een dunner topje, een dikker truiachtig dingetje. En ik ga gewoon met het meest basic shirt laten zien hoe je hem het best kan vouwen. Oké, ik ga dit shirt gebruiken. Dit is het meest basic shirt wat ik kon vinden. Ik heb hem nog nooit aangehad. Het is meer een beetje iets voor sporten. Als je gekreukelde kleding ziet, sorry, maar ik haat strijken en ik doe het gewoon niet. Dus gewoon, het meeste zal wel gekreukeld zijn. Maar goed, dit is dus een meest simpele shirt waar je ook mee kan oefenen. En wat je gaat doen is, je gaat hem hier vasthouden bij de rand. Oh, ik zal eerst even laten zien, waarschijnlijk ken je deze techniek al. Zo, mouw, dubbel, blablabla. Nee, dat doen we niet meer. Dat is te ingewikkeld, te veel gedoe. We doen gewoon de simpele manier. En de simpele manier is dus vasthouden met je duim en je wijsvinger hier, naast zeg maar waar het randje hier zit. En vervolgens neem je tussen je middelvinger en je ringvinger, neem je zo. Als je zo doet, lijkt het net of je je middelvingers opsteekt. Dan neem je aan de andere kant je ringvingers, doe je zo. Zie je, je hebt ze zeg maar vast, zo. Flapje erachter. En vervolgens, even kijken hoe ik dat goed ga doen. Kan je zo dit vouwen. Zag je dat? Ik hoop dat het te zien was. En dit is hoe je het heel snel en makkelijk kan vouwen. Ik zal het nog een keer proberen. Dan zal ik het nu een beetje zo doen. Zo. Omslaan. Zo. Nou is dit shirt nu redelijk lang. Ik weet niet hoe groot jouw kledingkast is. Maar mijn vorige kast die was bijvoorbeeld niet zo diep. En dan kan dit opgepropt erin. En dat staat natuurlijk helemaal niet mooi. Dus wat je met lange shirts kan doen. Dat doe je eigenlijk ook met jurkjes en zo. Is dit. En dan vervolgens hou je dit zo vast hier. Sla je dit om voor een stuk. En dan flap je dit eroverheen. En dan zal het minder ruimte in beslag nemen. Nu is het zeg maar een vierkant. Oké, deze is redelijk slordig, maar nu is die zeg maar korter. Ik vind dit zelf de netste stapeltjes. Als ik ze allemaal zeg maar vouw en dan op elkaar, dan is het helemaal perfect. Dit is een los shirt, die doe ik op dezelfde manier. Ik hou hem gewoon hier vast. En als je denkt dat dit te breed is al, dan kan je hem ook iets meer dichtbij vasthouden. En dan zo. Zo. Een stukje naar binnen slaan. Zo. Lange shirts doe je op precies dezelfde manier. En die lange mouwen neem je gewoon mee. En eigenlijk kan je het beste doen alsof ze er gewoon niet zijn. Dus we doen zo. We vouwen zo die mouwen om. Dan vasthouden. Onderkant, kijk. Mouwtjes steken uit, maar die kan je dan weer nog een keer naar binnen flappen. Zie je? Kijk, ik doe dit zo. Mouwtjes hier. Zo. Ja, deze heb ik wel erg compact gedaan. Maar goed, dit is dus een optie. Langere truien kunnen ook prima zo. Het enige is dat als je dit naar binnen doet, dat het kan dat hier een hele dikke bobbel ontstaat. Dus dat je hem dan, wacht, ik ga het nu even extreem doen, maar dat je zeg maar, nou ja, hier in ieder geval een hele bol krijgt. Dat is op zich niet erg, dat hoort wel bij truien als je ze vouwt. Vooral als er nog een capuchon aan hangt. Dan hebben we nog dit soort shirtjes met van die uithangsels, wat zeker weet een dikke bobbel wordt. Dit soort shirtjes leg ik het liefst bovenop, want als je hier dan die platte shirtjes oplegt en wordt het allemaal gewoon een hele rare berg.
Dus bewaar de poofy dingen voor bovenop je stapel. Naar binnen. Dan hebben we nog shirtjes met spaghettibandjes. Die doe je op dezelfde manier, maar dan negeer je de bandjes gewoon. Je pakt dit vast, alsof het gewoon een soort kraag is. Zo. Vouw dit naar binnen. En vaak hoef je deze niet nog een keer onder om te slaan. Want ze zijn al klein. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie een beetje gaan oefenen. Sorry, ik ben niet de beste vouwer, maar dit waren mijn tips. En bedankt voor het kijken. Doeg!